Hi Kreeft, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van Amandela. En deze week is het voor week nummer 7. En dat is van maandag 12 februari tot en met zondag 18 februari. Van de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Kreeft alsof deze week een week is waarbij je voor jezelf gaat onderzoeken waar je twijfel vandaan komt, waar je misschien nog wel dingen kunt verbeteren. Ik heb het idee dat je gewoon graag zaken een beetje op wil schudden. Je wil graag met mensen in gesprek, je wil voor jezelf zoeken wat er veranderd kan worden. Want het kan een situatie zijn dat je eigenlijk helemaal niet zo goed weet wat er nu speelt. Hè? Dat er wel een bepaald gevoel is of dat er een bepaalde saaiheid misschien wel ergens in is geslopen en dat je graag eigenlijk de boel een beetje wil opschudden, maar misschien niet helemaal weet hoe. Dat kan ook een situatie bijvoorbeeld op het werk zijn, dat je net een beetje meer uitdaging zou willen, of in een relatie, of misschien wel met een vriendschap. Het kan ook gewoon zijn dat je een situatie voor jezelf hebt, dat je echt denkt van, ik wil die verandering even lekker gaan maken. Ik wil net weer even een ander stukje hebben. Alleen, het lijkt alsof je nog niet helemaal beet kunt pakken wat dat nu precies zou moeten zijn. En het is een heel goed begin om daar lekker mee aan de slag te gaan, om je te gaan uiten en dit te bespreken met mensen om je heen. Want dat lijkt deze week belangrijk te zijn. De communicatie voor onderzoek. Ik heb niet het idee dat je meteen ergens helemaal induikt, of dat je meteen zegt van, ik ga er een studie van maken bijvoorbeeld. Het gaat vooral over informeren bij de mensen om je heen, of de situatie, bijvoorbeeld op het werk, wat je daar zou kunnen doen en hoe andere mensen daarin staan. Want daar lijkt je eigenlijk dan weer heel erg geïnspireerd door te kunnen raken. Het is alweer een korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.